Goedemorgen vanuit Malagaan. Het is 7:30 ochtends. Het is zondag 15 januari. We moeten heel snel, want we hebben een excursie geboekt over 30 minuten. En we moeten nog naar de locatie toe met de taxi en zo. Dus we gaan even snel onze tas inpakken en dan vertel ik straks meer wat we gaan doen. In ieder geval hebben we sportoutfits aan. Ik heb ook een trui mee en een jas, want ik weet echt niet hoe koud het gaat zijn. Maar we moeten echt even gas maken, want ik moet nog even eten. En nog een paracetamol slikken, want ik ben echt een beetje ziek aan het worden. Ik hoop dat het straks over is, maar... Geest ergste. Ja, let's go. Nou jongens, Jezus is onderweg. Hij is hier in 4 minuten. We zijn hier op een puntje, want bij ons moet ook gewoon de auto niet komen. Dus wachten. Oh, rip. Habu. Nee jongens, we zitten in de bus. Nou, maar nog eens. Nou, we hebben even lekker geslapen. Oh ja. Ik heb hem ook in de maar... Ik heb dus zo'n kriebel in mijn keel. Ik ben echt alles aan het bij elkaar. Het is zo echt. Ik heb ook een slag goed vol. Want ik ben er helemaal klaar mee om altijd op vakantie ziek te zijn. Standaard. Dat is ook mooi. Nou, daar lopen we. Kijk hoe mooi het hier is, jongens. Ik weet hoe lang we moeten lopen. En of we nog ergens kunnen passen, maar daarna gaan we nergens in. Ik ben echt zo benieuwd. Gaan we! Het is echt fucking koud! Niet normaal, ik dacht dat ze naar de zon gingen. Maar ik denk dat het warm gaat worden. Ik ben blij dat we nu lopen, want soms zal ik stil. Ja, we moesten echt lang stilstaan en wachten. Maar kijk, ik zie daar zon. Zien jullie dat licht hier? Hier wordt het warm. Maar stapjes. Ik denk dat je echt niks hoort door die wind. Kijk hoe mooi! Heb ik gestopt? Die vrouw die vertelt heel veel. Oh? Oh, sorry. Wat deed je? Mijn tas kan toch jou aan. Oh, ik dacht ze in mijn rust of het zat te rijden. We zijn alweer bij te ademen, jongens. Ja. Ja. 5 minuten gelopen. Maar wel een hele stijle hulp. Gaat leuk worden. I will take care of you. Oké, okay, thank you. Beseffen jullie wel dat wij hier straks doorheen moeten lopen, jongens? Ik ga dood. Ik heb zoveel hoogtevrees. Het gaat echt een ramp worden. Ja, we taking another stop because we now have stairs to go. We gaan nu. Oké. Heb je dat bandje van die hand? Oh ja. Deze. Let's go. Let's go. Let's go. You probably realize that you're gonna be fine. Of course. What, of course you are. Of course. Oh my god, wat cool. Ik vind het echt jammer dat al die mensen voor ons lopen. Nou, dat is het. We moeten even wachten. If you wait, there are not so many people on the pictures. Ga, good luck. Kan ik gewoon doorheen kijken, hè? Film, ga je niet filmen? Oh, nee. We did it. We zijn er van overheen gelopen. Het is zo hoog en hij wiebelt dus en het waait heel hard. Het waait, maar we hebben het gedaan. Door. Luna die vond het ook heel eng. Ze zei dat ik de enige had met hoofd gereden. Maar dat was die! Luna vond het ook eng! Ik was bang volgens die vrouw, maar was het wel. Die brug.
Oh, het was zo mooi, maar allemaal zo echt. Die bewoog zo erg als je eroverheen liep. Het ging en het waaide heel hard daar. Ik moest naar beneden kijken, jongen. Vreselijk. Nou ja, Luna is echt bang als ze niks filmt. Dan is ze echt bang. Ja, klopt. Als ze zelfs haar telefoon wegstopt. Ik heb mijn beide handen zo vasthouden. Dat snap ik. Ja, maar misschien dat ik terugreis, want we moeten weer... De terugreis. We moeten straks weer. Oh, wauw, jongen. Maar kom, wel trots. Ik ben wel trots van je SUV. Do it. We hebben het gedaan, precies. Dat. Ik zit iets op. Wauw, jongens. Wauw, wauw, wauw. Echt ziek mooi dit. Bizar. Iets in mijn handen. Volg mij. Oh my god, jongens. Melanie die doet alsof ze bang is, maar vervolgens doet ze beter. Ik check of we het al lezen. Sorry. We love it here so much. Ging ze echt kijken of we nog leefden. What is that? It's a fossil. This is a 300 million year old sea creature. Oh. It would have looked like this. Oh my god. Yeah. Pretty cool, isn't yeah. It? Yeah. So that means this was actually under the sink at some point. Oh, right. Oh, yeah. Really? Oh my god. Yeah. I will explain the geology a little bit later. Oh. Je hoort jou ook echt zo schreeuw op die vlog. Was geen kijken of we nog leven. Ja, zo grappig. Even kijken wat hier om dit hoekje is. Dan mag je daar naar de camera terug. Deze chick. Echt leuk. Oh, wauw, je kijkt nou chick. Kijk naar deze chick. Oh, maar er komen alweer nieuwe mensen aan. We moeten oh, even... lelijk. Wat een tegenlicht, man. Ja, dat zie je niet zo goed. Kijk, wil je camera terug? Ja. Ik heb touw weer kort maken. Oh, dat kan. Wat makkelijk, wat handig. Ja, als ik loop doe ik het maar zo. Ja. Jongens, check wat deze gekkie aan het doen is. Oh my god. Ik heb zoveel schrik voor hem. Naar boven ook. Oh, wat erg. Sick hoor. Echt een strijder dit. Zo vet om mee te maken, maar... Mij niet bellen. Oké, we moeten nog wel echt een heel stuk. Een heel stukje te gaan. En daar is dus een glasplaat. Ik ben nu al bang. We gaan door een tunnel. Ze zei dat hier de vleermuizen in zaten. Guys! Hallo jongens, lang niet gezien. Maar dat weten jullie helemaal niet. Jullie hebben ons net al gezien. Wij zijn na... Hoe noem je dat? Naar de excursie? Ja, hoe heet dat? Comito del Rey of zo heet die. Zo heet dat. Zijn we lekker naar huis gegaan. We waren echt moe. Het was ook best wel koud. En ik ben dus best wel ziek. Of ja, hoe noem je dat? Ik ben echt wel heel erg verkouden en zo. Had ik leuk al verteld. Dus ik dacht, ik ga even lekker liggen. Luna ging ook even liggen. Lekker warm gedoucht. We hadden het zo koud. Terwijl 20 graden was, maar we waren gewoon helemaal verkoeld. Dus we dachten, het is beter om gewoon goed te slapen of niet geslapen. Zij heeft even geslapen. Ik heb gewoon gechilled. Maar we zijn dus even content aan het maken. Ik had dus een heel leuk outfitje aan. Met nog mijn Gucci riempje. En dan dit topje van Chiquelle. Broekrokje van mijn webshop. De Chelsea Boot. En Luna heeft dus een nieuwe blazer van Alex de Label. Hij is zo nice. Kijk. Zo schattig. Kijk, hij heeft dus van die leuke details. Heb je nog ergens anders die details? Hier. Ik had dus aan. Eigenlijk te groot, maar ik vond het juist wel vet. Kijk hoe leuk. En ik had dus ook als jurkje. En dan met een Gucci riem. Helemaal leuk, binnenkort op de gram als er een goede bij zit. Maar zulke foto had ik dus gemaakt. Maar voor buiten is blote benen wel echt wat te fris. Maar hij lijkt het. Ja, ik vind het leuk. En de oorbellen zijn ook van Luna. Hij is gekregen van haar lieve vriendje. Wat een kost het, hè? Ja, dus helemaal als je kijkt, vind je heel lief, hè? Wij vinden je allebei heel lief. Ga ophangen. Oh ja, ik doe echt alsof het mijn spul is. Ik heb het warm. Ik ook. Maar... En leer plakt. Ik weet wel waarom Melanie het zo warm heeft. Ze heeft hier net een uur zo lopen dansen op haar TikTok. TikTok standjes. Maar is een spijkerbroekje leuk voor 's avonds of niet? Dat vind ik juist. Dat matcht heel mooi. Dat wel. Heb ik groen. Want zeg maar, ik vind leer als ik op stap ga, vind ik het plakken. Ja. En dit vind ik heel lekker. Dan met het riempje en dan dit topje. Ja, leuk. Ja. Maar dan heb ik het spijkerjasje. Dat is leuk, ja. Juist mooi. Maar dan heb je een andere kleur. Nou, nee, het is wel een beetje dezelfde kleur. Dat maakt niet even uit. Kijk maar. Okay. Laat ik ontdekken mijn outfit zien. Het is een beetje een overdag look toch? Ik heb liever iets leers op boven. Ja. Ik vind het wel leuk. Maar inderdaad, je kan het morgen ook... Ja, ik weet niet hoe warm het is. Wat doe je panty aan? Misschien kan ik beter dat shortje die ik gisteren aan had.
Gewoon stof. Die op stap. Je hebt ook een licht shortje, hè? Die witte van de Sara. Die heb ik niet meegenomen. Oh, niet meer? Nee. Maar dit kan ook, eigenlijk letterlijk hetzelfde. Ja. Maar dan zonder leer. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat prima. Ja. En dan doe ik dat wel met een panty, dan die boots wel. Want ja, willen we even uitgaan. Ja. Ik was even ziek. We gaan ervoor. Leuk, jij bent ziek. Ik ben ziek. Maar ik wil hier wel gewoon een keertje uitgaan. Ja. En ik voel me ook wel iets beter. Ik hoop niet dat ik morgen spijt heb van deze keus. Maar we gaan eerst gewoon lekker tapas eten ergens. Zeiden we gisteren ook, maar gisteren konden we geen lekker bartje vinden. We gaan nee, gewoon weer zoeken. Nee, we moeten wel het best doen eigenlijk. Anders naar die andere kant lopen, waar meer restaurantjes zijn. Klopt. Maar eventjes een samen, wil jij even een verhaaltje vertellen over vanmiddag? Wat je ervan vond? Doe ik even een ander rokje aan met die panty. Oh ja. Dat vind ik leuk. Nou, ik heb trouwens deze cropped blouse aan. Oh ja, ik heb een auto het laten zien. Ik heb even onderbroek aan, sorry. Dus cropped blouse, wacht. Ik ga heel even in de spiegel. Neem je even mee allemaal. Ik heb deze cropped donkergroene blouse aan van de Sara. Deze jeans met gaat is van Gina Tricot. Verder heb ik niet zoveel te vertellen eigenlijk. Nee, New Balance. Ik ben echt slecht vloggen en daarom doe ik het ook niet. Maar ik kan wel even vertellen hoe het was op de excursie. Oké. We werden met de bus opgehaald vanochtend. Nou ja, opgehaald. We moesten zelf naar het treinstation met de taxi. Maar het was echt super vroeg, want onze werk ging 7:15. Of had je dat al gezegd? Ik heb niet gezegd, denk ik. 7:15, ja. En, op je vakantie. Ja. En toen gingen we dus naar het station. En daar kwam de bus. En daar hebben we nog bijna een uur en een kwartier volgens mij ingezeten. Denk ik, of niet? Ja, dat is wel langer. Want we gingen ook de terugweg om 2:15 weg. En we waren pas om 3:00 terug. Ja, precies. Dus lekker in het busje en een beetje slapen, want we waren echt wel moe. Want ook gisteren natuurlijk een lange dag, ook heel lang natuurlijk, omdat we om 7:00 al vlogen. Toen waren we daar en toen was het echt heel koud. We moesten echt heel lang wachten tot onze helm kregen, want het moest allemaal op. En we moesten heel lang wachten gewoon, want er waren ook allemaal andere groepen. Dus dat was echt heel kut. Ik denk echt... Het echt over die delen live TikTok op mee. Kan wel. Dat komt dus ook trouwens. Oh, nee. Maar toen kreeg ik eindelijk ons helm en Melanie was natuurlijk al niet zo fit, dus dat was echt super zielig. Oh. En ze had natuurlijk wat had je aan? Een denimjasje en een trui, dus het was ook niet super warm. Maar toen we eenmaal gingen wandelen, een beetje opgewarmd eigenlijk. En daar bij het echt het gebeuren, zeg maar, dat wat jullie net ook wel in de beelden hebben gezien, daar was het niet echt koud, gelukkig. Wel lekker juist warm eigenlijk. Want je kreeg het ook wel warm, want het was zo'n wandeling. Je had er echt wel conditie voor nodig, dus vooral het beginstuk. En toen waren we uiteindelijk bij de muur, zeg maar, de rots. En dan die kleine gangetjes erlangs. Daar was het op zich wel te doen, want soms loop je een trapje op. Maar je gaat ook wel stoppen om foto's en filmpjes te maken. Maar het was zo mooi. Ik heb nog nooit zo'n leuke excursie gedaan, denk ik. Jij? Ja, het is helemaal. Echt mooi, heel mooi. Ja, het is echt zo leuk. Ja, echt mooie herinneringen zijn met Mel gemaakt. Want we hebben natuurlijk nog nooit eerder zoiets echt gedaan, hè? Nee. We zijn al een nachtje weg geweest, naar Amsterdam of zo. Maar dit is wel echt onze eerste... Cluster. Ja, echt. Klopt. Dus super leuk. En toen, best wel lang gewandeld, hè? 5,5 kilometer. Ja, dat is helemaal niet heel ver, hè? Nee, klopt. Maar het voelde wel ver, want het ging ook heel veel stoppen. Ik had 3 uur. De gids ging om de 5 stappen iets vertellen. En één keer over vogels, en de andere keer over haar favoriete thee. En de andere keer. Ik ben heel hard lopen, 6 kilometer. Echt, hè? Maar ja, dat ga je ook veel sneller. Dit was natuurlijk allemaal trappetjes, en hoekjes, en bergen. En toen ging ze nog vertellen over een vogel en over de bomen. Over een theedronk. Ja, dat zei ik net, ja. Favoriete zwarte thee uit Engeland. Ja. Maar boeit echt niet. Dus op een gegeven moment waren we ook wel een beetje klaar mee. Vooral de terugreis. En, maar op zich echt een mooie dag gehad. Maar waren we wel kapot na de tijd. Gewoon een beetje last van je schouders en zo. En toen op een gegeven moment was het gelukkig ook wel wat warm. En toen waren we terug en toen hebben we eigenlijk even in bed gelegen. Lekker chill. En nu hebben we ons klaargemaakt om lekker uit eten te gaan. Het is wel echt een super leuke dag. We hebben echt mooie dingen gezien. Ik ga even kijken of er Melanie is. Nou, ik zit in Italië bij Victoria. En ik heb lekker besteld. En het restaurant is daar zo'n sushi, dus ik twijfelde. Blijkbaar mag ik bij het restaurant ook sushi bestellen. Dus Luna kan lekker vlees eten, ik kan sushi bestellen. Ik heb mijn eerste voorgerechtje en dit is garnaaltje. Oh, ik ga deze zien. Het ziet er echt super lekker uit. Dit is echt lekker, dit is lekker. Ja, dat is voor jou. Met plant. Nou, ik ga het lekker eten. Luna heeft geen voorgerecht, dus ik moet lekker ongezellig in mijn eentje eten. Doei!
Luna. Oh, Luna heeft haar vlees super lekker. Ziet er wel lekker uit, ja. Echt beter dan gisteren hoor. Ja. Ook met sausje erbij. Ik vind dit ook chill in plaats van patatjes, zeg maar. Mag ik ook eentje? Tuurlijk. Lekker. Mag ik daar niet van proeven? Ja, tuurlijk. Lust je garnaal? Nou, weet ik niet. Het ziet er gewoon lekker uit ofzo. En mijn sushi is ook gearriveerd. Ik heb geen idee wat het is, maar volgens mij met ook met truffel mayo. Hier zit ook iets van truffel mayo volgens mij in. Proef het. Oh, ik zal eerst even filmpje, anders heb ik geen... Dit lang. Ook op telefoon. Ja. Pak. Maar welke? Even een kleintje of zo? Met saus? Lekker, thanks. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik hoop dat je niet lust, want dan ga je allemaal garnalen opeten. Kun je wel strijden hoor, dat je het gewoon proeft. Het is wel lekker hoor. Ja? Ja, echt lekker hoor. Ja. Echt heel goed. Love it. Hola chicas, we're back. We're back in die hotel. Of in die appartement. Wil jij boven een deeg pakken? Wat zei je? Wil je boven een deeg pakken? Meen je dat nou? Ja. Maar, oké. Maar, wat wil je zeggen, Pop? Maar, nee ja, ik weet niet. Volgens mij ligt hij niet echt een deken. Jawel, grote deken. Kunnen een beetje over onze voetjes. Wat joh, boven heb je dus ook kussens en zo. We hadden maar één kussen en die was best wel dun. En boven ben je natuurlijk ook nog een bed. Ik weet niet of we vlog gisteren hebben gezien. Heb ik een hele roomtour gedaan met Loon. Het is echt een leuk appartement. Boven heb je dus een verdieping. Kan je het zien? Ik scheur het hele bed eraf van jou. Oh, nou, volgens mij zie je het niet, maar... Ik had het even laten zien. Voor het geval dat jullie het nog niet hebben gezien. Geen zin hebben om die andere vlog te zien. Dus ben ik dan ook deze of die andere deken? Gewoon die. Kijk, hier is ook nog een bed. Jongen, en dit is onze bed. Maar ja, de vlog van morgen gisteren zien jullie meer. Ja. Tada, 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 tada. Dit is een beetje mijn kledingkast. Maar echt een chille appartement hoor. Het heet Malaga City Breaks. Echt een aanrader. Ik heb best wel goed contact met die maffia WhatsApp, want je ziet ze zeg maar niet. Ze geven je een code van de deur. En daar zit zeg maar een kluisje, daar haal je sleutel uit. Maar via WhatsApp kan je het even een vraag stellen. Maar hij is zo lief. Ik had dus een linkje gedeeld van Booking. Van zijn kamer. En daar is nu 300 keer op geklikt. En hij is me zo dankbaar. Ja, oh my god, thank you so much. Ja, en dan gaat Melanie, die gaat dan zeg maar hem appen. Met van, we hebben 200 mensen op die link geklikt. Met allemaal hartjes ogen. Ja, ik heb geen idee wie dat is. Nee, ik zou een hartje. Maar gewoon lief toch? Hij is blij. Ik gun hem dat. Met allemaal hartjes sturen naar wat als jij een appartement had? En er was een meisje met volgers. Niet heel veel volgers. Maar diegene deelt jouw hotel. Gewoon zomaar. Ja. Zo nog betaalde voor jouw hotel. Ja. En daardoor kijken 300 mensen naar je hotel. Ja. Dan ben je degene toch dankbaar. En die mensen hebben ook al geboekt. Ja, volgens mij hebben oprecht al mensen geboekt via mij. Dus ik ga morgen, hij zei als je iets nodig hebt, app me. Ik ben dan niet zo van, oh geef me geld. Maar ik dacht, misschien kan ik morgen proberen om te appen van, kunnen we dinsdag wat later uitchecken? Want onze vlucht die gaat pas in de middag. En we moeten we 11 uur uitchecken. Dus stel dat dat lukt, ben ik al tevreden hoor. Nou. Wij gaan lekker pissen. Nee, wij gaan lekker slapen. Die oorbellen waren echt fucking mooi. We gaan lekker pitten, of in ieder geval gewoon lekker even in bed liggen. We hebben blijkbaar ook Netflix en YouTube op de tv, echt fijn. Want het was een beetje een dilemma. We dachten of we gaan nu uit en we zijn morgen misschien nog minder. Of we gaan nu lekker gewoon naar bed en we hebben morgen gewoon een goede dag. Want we hebben op dit moment nog niet een normale dag gehad echt in de stad. Nee, want we hebben twee best wel de eerste dag of toen met vlucht. En nu was het ook nog van vroeg door die excursie. Ja, en het was ook best wel zwaar. Morgen hebben we gewoon echt een dag in de stad. Ja. En Luna zegt dat er nog best wel een mooi gedeelte is. Zeg maar zo'n oud gedeelte. Dan willen we ook gewoon even gaan kijken. Dus morgen gaan we echt even Malaga even goed ontdekken. Dus ik neem jullie morgen ook weer gezellig mee. Op dit moment onze hele eerlijke mening over Malaga. Nou ja, het valt me toch niet zo wel. Ik heb nog niet echt... Het valt me best wel tegen. Klinkt heel raar, want ik heb best wel goede verhalen gehoord. Mijn moeder zei ook van, ik heb wat leuke foto's. En ik keek ze naar mijn galerij. Ik heb ook niet heel veel foto's van de stad. En normaal in Sevilla of Alicante heb ik zoveel foto's al. Dat betekent dat ik het echt mooi vind. Maar tot nu toe, misschien verkeerde gedeeltes gezien. Maar... Ik denk wel dat het nog komt hoor. Mijn moeder zei wel van, ik heb wel vaker gehoord dat Malaga niet zo speciaal is. Dus het is blijkbaar wel ergens wel bekend. Maar... Ik ken dan iemand die heeft een rondreis gedaan naar Spanje. En die vond Sevilla en Malaga het mooiste van heel Spanje. Sevilla vond ik echt mooi, maar Malaga... zo. Ik wil niet negatief overkomen. Want we gaan morgen zien. En het wordt wel steeds leuker. Er zijn echt wel leuke plekjes.
Maar we hadden misschien gewoon net wat, nog wat mooier ingeschat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, morgen gaan we jullie meer laten zien. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog van vandaag leuk vonden. Ik vond het in ieder geval een hele vette tour. En gewoon een gezellige dag, saampjes. Vond je deze vlog leuk? Doe een duimpje omhoog. En ook dat ik jullie morgen zie bij de volgende vakantievlog. Ik zie veel meer van boven. Doei!